Honderden veteranen hebben vrijdagmiddag in Breda meegedaan aan de eerste Veteranendag. Vooraf hadden zich bijna 450 mensen aangemeld voor het defilé van de veteranen. Er was kritiek op de organisatie omdat die de datum van de dag te laat bekend maakte. De organiserende stichting beloofde beterschap en maakte de datum van de dag in 2009 eerder bekend. Vrijdag kwamen de veteranen samen op de parade van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Tegen 3:15 stelden de deelnemers zich op de parade op in marsformatie. Op de Grote Markt hield burgemeester Peter van der Velde een korte toespraak. 3 jaar geleden heeft het ministerie van Defensie 29 juni uitgeroepen tot Nationale Veteranendag. En dat bleek in een zeer grote behoefte te voorzien. Dus kon Breda niet achterblijven. Na afloop van het defilé en de toespraak ging het gezelschap naar de Grote Kerk voor een ontmoeting met het Bredase publiek.